Rusland heeft de overwinning op de stad Bakhmut uitgeroepen. Op het moment dat de NAVO-landen bereid lijken te zijn om F-16's aan Oekraïne te leveren. De krachtsverhoudingen tussen Oekraïne en Rusland zijn onduidelijk. We hebben nu contact met generaal buitendienst Arie Vermeij. Goedenavond, meneer Vermeij. Goedenavond. Fijn dat u even met ons verbonden bent. Is Bakhmut daadwerkelijk in Russische handen, zoals zij beweren? Ja, dan moet je eigenlijk even kijken naar hoe wordt er gevochten door de Russen de laatste tijd. Er wordt geen infanterieaanval of tankaanval meer uitgevoerd. Men bombardeert alles plat met artillerie en met raketten. Mm-hmm. En als er niets meer beweegt, dan gaan ze een lijntje naar voren. En zo is het in Bakhmut ook gegaan, stapje voor stapje. Ja. Alles is plat gebombardeerd. En nu zijn ze, grotendeels hebben ze Bakhmut in handen. Maar al een maand of anderhalf, twee geleden gaf Oekraïne aan dat ze in hun tweede lijn achter de rivier de Aidar, die loopt een beetje aan de westkant van Bakhmut, ja. Dat ze daar het gevecht zouden vervolgen. Dat is natuurlijk heel verstandig in de diepte, door je niet door die bom en granaten laten afslachten. Okay, dus, en dat betekent dat ze, zoals nu president Zelensky ook zegt, dat ze in het zuidwesten nog een paar gebouwen aan de westkant van die rivier de Aidar, die is daar wel niet genoemd, maar het is wel zo, ja. dat ze daar nog zitten. Okay, helder. De strijd gaat verder, maar wij wachten steeds op het lenteoffensief van Oekraïne, wat steeds maar aangekondigd is, maar wel of niet begonnen is. Heeft u er meer zicht op? Ja, ik denk dat ik er iets meer van begrijp dan de gemiddelde Nederlander. Maar zicht niet keihard natuurlijk, want dat blijft behoorlijk geheim. En waarom blijft dat ook geheim? Ja, de Russen staan behoorlijk onder druk. Die zitten in een vijandige omgeving. Moeten hun logistiek, dus ook voor eten, drinken, brandstof, alles, moeten ze maar blijven opvoeren over een lange lijn. Ja. En de Oekraïners hebben eigenlijk een soort, noem het maar, thuiswedstrijd. En zijn zich aan het versterken. Mm. Met meer bevoorrading van munitie, ook meer wapensystemen. En misschien F-16's, maar die zullen hoogstwaarschijnlijk toch niet op tijd gaan komen. Nee, want dit weekend werd duidelijk dat de Amerikanen om zijn en dat de westerse landen F-16's mogen gaan leveren aan Oekraïne. Is dat nou een beetje de laatste strohalm voor dit land? Nou, niet helemaal. Het maakt het alleen een stuk eenvoudiger. Het vervolg van de oorlog, afhankelijk wanneer ze komen. Ja. Op dit moment zie je dat geen enkel land, dus niet Rusland en niet Oekraïne, air supremacy heeft. Dus een groot luchtoverwicht. Mm-hmm. Dat betekent dat de grondoorlog extra bloedig is. Dat is infanterie tegen infanterie en tegen tanks en tegen artillerie. Ja. Terwijl als het via de lucht gaat, dan is er een bepaalde dreiging en dan kunnen die gevechten op de grond gewoon veel anders strategisch als schaakspel worden uitgevoerd. Ja. En ja, dat betekent dat het met die high-tech middelen zoals de F-16 een stuk handiger zou worden. Als we nu kijken, de Russen hebben echt een groot overwicht aan vliegtuigen, maar kunnen ze niet inzetten. Mm-hmm. Waarom niet? Omdat beide in hun frontlijn een sterke luchtverdediging hebben met SAMs, met Patriot systemen en noem maar op. Dat betekent eigenlijk dat het is eigenlijk van de knotsen dat de Russen hun grote aantallen vliegtuigen, goede vliegtuigen, niet kunnen inzetten, omdat die luchtverdediging zo goed is. En waarom kunnen ze nog meer niet goed gebruiken? Omdat ze een hele rigide systeem hebben van targeting. Dat betekent, als er een Oekraïens groot doel op de grond zichtbaar wordt, ergens, dan doen ze er tussen de 48 en 72 uur over, voordat er vliegtuigen op aanvallen. Ja. En ze doelen lang weer weg. Ja, en dat hebben de Oekraïners inmiddels goed geleerd van het Westen, dat ze veel flexibeler kunnen vechten. Okay. Dus met meer middelen in de handen kunnen ze de strijd minder bloedig winnen, denk ik. Ja, tot slot, laatste vraag. Kort antwoord graag. Eindigt deze oorlog op het slagveld of aan de onderhandelingstafel? Aan de onderhandelingstafel. Toch wel. Is dat te kort? Nee, prima. Ja, dank voor deze. Er moet natuurlijk wel gevochten worden. Ja. Dat is niet anders. Maar de positie van een van beide partijen moet er aanleiding toe geven dat men wil gaan praten. Ja. En dat wij als westerse landen dat ook een goed idee vinden. Okay, we gaan het zien. Dank voor deze toelichting, generaal buitendienst Arie Vermeij.